Hele dikke. Holy shit. Holy shit, gast. Holy shit. Gast, dit is mijn record. Holy shit. Kijk dat ding. Kijk die bek ook. Dit is heftig. Zo, hey. Hallo, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag iets leuks in petto. Want ik ben vandaag met mijn grote vriend Lars. En we zijn in de magische winkel in Leusden. Henk van Hengel. Yes. My brother. Man. Goed man, en met u? Ja, ze gaan niks hebben. Ja, zijn er weer. Ja, toch? En met Dennis? Zeker. Ik ben iets nieuws aan het leren. Lekker man, we gaan vissen. Ja man, zin in. Fucking veel zin. Wat is het plan? Dood azen. Ja? En ja, als we het een beetje trekken, gaan we ook nog eventjes snoepbaars harken. Lekker. Units. Units. Ja man. Lekker. Yeah. Nice, goed plan. Lars, hebben we mee? We gaan snauken vangen, hè? Ja, dat is een dik unit. Ja. Ik wil me eigenlijk niet meer vast kunnen houden. Nee. Dan is het goed. Dat is zeker goed. Ik ga vandaag een beetje een wat technischere video maken. Lars gaat vandaag, van vandaag een hele leuke vlog maken. Dus check die sowieso even. Linkje staat hieronder in de beschrijving. We gaan sowieso ook even shoppen. Want we zijn natuurlijk weer in een van de mooiste winkels van Nederland. Henk van de Hengel Sticker Shop in Leusden. En we hebben onze aardspecialist bij. Hij, heb jij dood aas meegenomen? Jazeker. En wormen voor mij? Ook dat. Echt? Ja. Nice, want ik ga vrijdag ook en maden meer van. Heb ik ook. Ik heb ook maden. Madon? Ja, wij zijn een madenspecialist. Nice. Dus we gaan snoepwaars vangen naar maden. Nee, we gaan snoepwaars vangen. Goed, ik ga snel even mijn spulletjes pakken. Waar wij deze video ook een klein beetje voor hebben, is Tobias en ik, die gaan binnenkort, wij wilden eigenlijk een viswedstrijd voor jullie gaan organiseren in Amersfoort. Maar ja, dat mag niet meer in Amersfoort, want er zit een hele strenge Partij van de Dieren. Super balen ook voor de lokale vereniging. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij gewoon met een groepje kunnen gaan vissen in Amersfoort. En het geen wedstrijd noemen. Niks doen met inschrijvingen, ik ga geen prijzen weggeven. Maar het lijkt ons superleuk om met een groep te gaan dood aasvissen in Amersfoort. Wie er zin in heeft, die komt. Gezellig, gaan we gewoon superleuke dag van maken. Superleuke dag van maken. En dan zijn we gewoon eerst hier open in de winkel. Het is op een zaterdag. De datum staat nu hieronder. Ja, we beginnen dan even vanuit de winkel. En dan kan je gewoon een gezellig bak koffie doen. Maak er gewoon een soort van beetje een meet and greet van. En dan gaan we daar lekker vissen. Met wie wil. In de stad, in Amersfoort. Kijken wie de grote snoep vangt. Misschien dat ik er zelf nog een persoonlijke prijs tegen aangooi of zo. Weet ik nog niet. Maar we gaan gewoon lekker vissen. Geen wedstrijdje, gewoon gezelligheid. Paar loempia's eten, want dat kan natuurlijk in de stad hier zo. Daarna kunnen we altijd nog even een bakje koffie hier doen. Ja, wordt gezellig. Maar dit is toch een beetje een gevalletje van hè, als. Partij van Dieren zegt, er mag geen wedstrijd, hè, kan ik iets van, daar kan ik eigenlijk niet echt in komen. Dan moeten wij toch laten zien met hoeveel we zijn, of ja, niet? Ja. Dus weet je, geen inschrijving, geen maximaal 80 mensen. Hè. Hoeveel zullen er zijn? Ik zeg iedereen komen. 300 man. En... Nee, dat wordt een beetje te gek denk ik, maar het wordt wel leuk. We gaan lekker vissen, we gaan dan heel veel snoeken vangen. Maar goed, wij gaan nu ook heel veel snoeken vangen. Ja, let's go, laten we de spullen pakken. Yes. Wat heb jij voor dood aas? Zullen we eens even snel wat spullen pakken? Ja. Zo, we hebben weer even... Wat mooie spulletjes geshopt. Shoppen. Mag ik bij u betalen, meneer? Ja, zeker man. Ik ga het mooi regelen. Ja, want het is wel ook belangrijk voor de mensen als ze willen komen vissen die dag. Ze kunnen hier natuurlijk alles halen. Dobbers. Alles. In principe komt alles ook weer extra op voorraad. Dus, ja, heb ik voor gezorgd. Ik heb tegen Tobias gezegd, Amersfoort, dood aasvistijd is er weer. Dit is de dichtstbijzijnde winkel in de buurt van Amersfoort. Hij gaat zorgen dat aasvissen op voorraad zijn. Dobbers, haakjes, alles wat je nodig hebt om te dood aasvissen. Laat ik jullie straks ook allemaal zien. Dat hebben ze hier zo. Dus kom je zeker even checken. En deze hebben we straks nodig, hè, Lars. Dikke units. Ja, even nieuwe PR-harken van Lars. Echt zie, dus 21 gram. Ja. Ik denk dat ik dat niet eens aan kan, joh. Ja, ik heb nog een engeltje voor je. Kom maar goed, wat heb je? Dat is heel ziek. Wat een beugel. Ik ben vergeten van wie. Een scherpe haak. Wel vet, hè? Ja. Knap gemaakt. Zou cool zijn om daar een keer snoep op te vangen. Ja, why not? Ik weet wel een watertje waar het kan, hoor. Dennis! Jij hebt iets vets, laat eens even zien. Mag ik jouw vaste engel zien alsjeblieft? Wou iets aan. Oké, oké. Dit is echt. Ik heb, het heeft ook een speciale naam, maar ik weet even niet wat de naam is. Oh. Het is Japans. Als je het weet, dan kan je het hieronder in de reacties laten zien. Maar wat heb jij? Dit is jouw vaste stok. Ja, kijk, ik haal zo'n dopje eruit. Hallo. Vaste stok. Oh, Tanago. Die zocht ik, ja. Hallo. Hè? Maar het is hier 3 meter diep. Ja, dat gaat lastig worden. Heel gewoon een Tanago engeltje. Is leuk toch? Ja, heb je van Dennis Reek gekregen? Zeker. Nice. Of eigenlijk van Hugo. Toch? Opgeladen. Ja. Ja, een Tanago engeltje.
Cool. Vet, hè? Ja, is cool. Ja, handgemaakt ook allemaal. Ja. Mega briljant. Ja, dat is echt een voor jou, maar het is een beetje diep hier. Ja, maar dat scoren we wel, dat fixen we wel. Ja, we zijn op het Eenplein met de boys. Bekende plek, bekende snoepwaarstek. Ook een bekende snoekstek. De witverstrekken nu in. We hebben al voorhands gezien het oppervlak. Dennis die heeft een grote piepschuimbak met aas, maden, wormen voor mij voor vrijdag, want ik ga meerval vissen met Ingrid. En hij heeft aasvissen. Dus we kunnen vrij snel meteen vipsen. Lekker. Ik heb aasvis bij. Kan ook even wel. Ja, ik wil ze zo meteen wel even zien. Ja. Ik heb net bij Tobias deze mooie onderlijn gekocht van Gamakatsu. Staaldraadje van een centimeter of 30. Klein enkel drechtje. Ik vis eigenlijk altijd met de dobber met één drechtje. Ik heb een 10 grams loodje. Een 20 grams dobbertje en twee stuitjes. En die houden dat dobber op diepte. Knoop dit aan elkaar. Binnen 2 minuten heb je dit geknoopt. En dan ben je klaar. En dan kan je gewoon vissen. Aasvisie eraan. Ga ik zo meteen ook even laten zien hoe die erop zet. En dan gaan we rammelen. Dat is 1 engeltje klaar. En 5 to go. 6, 7. We gaan echt maximaal vissen. We zijn met z'n vieren. Dus in principe mogen we met 8 engels vissen. We gaan ook een beetje kijken of we verschil kunnen vinden tussen vers aas en gekocht dood aas. Wel makkelijk als je aasvissen koopt. Weet je in ieder geval van tevoren zeker dat je aasvissen hebt. Want ja, als je hier zo nu aasvissen gaat vangen, het lukt niet. En je gaat zonder aasvissen heen, kan je nog wel eens een probleempje hebben. Maar kijk hoe simpel. Staal. Loodje. Dobbertje. En een stuitje. Een stutert. Een stuutje. Lekker man. Dikke Younes eruit trekken. Zo. Dit zijn de mooie aasvissen van Dennis. Oh kijk. De emmer met water wordt gevuld. Ja, ja. Een beetje te nat gemaakt, maar... Nou, doe ik nog een beetje voer bij. Die heb ik niet meer. Wat, heb je een kilo voer in één keer gemaakt? Ja, is gek. We hebben in ieder geval voer. We hebben... Hey. Water. Dat is even communicatie. Ja. Deze gaan we eraan doen. Mooi volgens. Zien er nice uit. Mooi formaatje. Enige nadeel altijd, vind ik, met bevroren aasvissen is die gooit ze er wat makkelijker af. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je er niet te vaak mee gaat gooien. Gooi ze in één keer op een goede plek. Want als ze helemaal ontdooid zijn, ze worden slapper. Want die cellen die zijn toch bevroren geweest en die ontdooien en het wordt gewoon wat slapper. Oh, spieringen gek! Dus die vind je mooi, denk ik, die grote spieringen. Die grote spieringen zijn goud. Klopt. Jot, gast, wat heb je voor aasjes allemaal mee? Ja, deze zitten normaal gesproken in een mooiere verpakking. En die ook, maar dat... Je hebt ze even snel gesield voor mij. Ja, die heb ik even snel gesield voor jou in een normaal pakje. Mooi dan. Oké. Okay. Nou, mooi. De keuze is reuze. Oké. Okay. Het begint te regenen. Ik heb mijn dood aashengels. Voor afstand. En we gaan deze statisch op de bodem deponeren. Ik heb een kant-en-klaar onderlijntje gepakt van Tobias winkel met twee dreggies eraan, centimeter of 30. Een stukje fluwelkarbon, een wortel, een kraal en een schuivend loodje. Deze ga ik inleggen. En dat doe ik voorzichtig, want ik wil niet het aasvis eraf gaan. Zo. Die is nu naar de bodem aan het zinken. Hij ligt nu op de bodem. Dan gaan we die ander trappen. En deze leggen we hier vlakbij, want we zitten hier met voer te vissen. En dan is de hele tijd de snoek aan het jagen. Dus ik denk dat deze dobber straks al een keertje onder gaat. Een Daniel Weijers video zonder eten bestaat niet. Wachten tot je beet hebt. En het is, soms duurt het heel lang, soms duurt het niet lang. Maar het grootste ding is dat je moet wachten. 1 minute 37 seconds later. Oh! Hey. Dennis, moet jij even jou draaien? Ja, hangen. Nee. Mocht ik halen? Ja, goed zo. Ik zie alleen de lijn nu. Lekker, Lars. Het is er wel een. Een schatje. Is het. Wat een schatje. Zo'n snoep. Wat leuk. Wat leuk. Ja, het is vis, hè? Je wilde toch een grote vis vangen? Weet je wat het bijzondere is? Ik was net aan het vertellen in de camera dat je soms ook moet wachten dat het erbij hoort en we hebben vis. Ja. Hoe ziek is dat? Piep, 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 piep. Dat het goed had. Ja, ik moest even checken hoor. Want ik denk dat het de wind was. Deze moet even een klein beetje nat. Of een beetje water vanuit de... Van een handje water zo. Zo, nog een beetje. Zo. Ja. Bezig, Lars. Zo. Hopla. Oh, wat een dikke joekel. Het is eentje van het merk Mini. Nou, als je hem even kan pakken nu, dan kunnen we hem er zo uithalen.
Hartstikke idee. Hopla. Ja. Lekker, Lars. Soms komt de bestelling die je hebt besteld wat later. Ja. Maar je hebt wel... Hoe? Goed bezig. Kappen nou. Druktemakertje. Blij dat hij niet een meter is. Ja. Doet. Ja, laten we hem snel weer terug doen. Want, mooi man. Ja, het is heel leuk. Alleen we willen groter. We willen joekels. Maar wel, eerste vangst van de dag. Ja, lekker man. Een snoekel. Een snoekel. Dit vindt Dennis een mooi formaat om te vangen. Wat telescopisch. Hop. Wat doei doei. Hey, later. Wacht. Lekker hoor. Hey, het is één vis. Tik hem aan. Eén vis, het valt nog tegen. Het is nog niet wat het moet zijn, maar ik weet dat het hier echt fucking goed kan zijn. Echt supergoed. Ja, ik denk dat dat nog even een weekje of zo duurt, of twee weekjes. Maar dat is ook mooi, want als wij de meet and greet gaan doen hier zo. Ben ligt wel, man. Ja, hij loopt, hij loopt. Hij loopt. De beet, man. Gelijk halen, gelijk halen. Draaien, draaien en halen. Draaien en halen. Halen. Hangen? Ja. Lekker, gast. Snoekbaars. Pak het net, pak het net. Gast, geniaal dit. Geniaal. Oh, snoekie. Kut, 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 kut. Zachtjes drillen, zachtjes drillen. Snel meteen scheppen, want het is een snoek. Op fluo. Of het net eruit, zo. Oh, meteen scheppen. Wat? Ja! Legend. Lekker, maat. Legend. Ja, ja. Super nice. Hey, maar, jij. Ja, maar hoe vet was dit? Op de bodem? Ja, dit was gepresenteerd? Top. Ja, we waren op snoekbars aan het vissen met een fluorcarbonnetje en een klein dobbertje. Een heel klein aasvisje op de bodem. En toen zagen we de dobber plat liggen en toen was het hangen. Ja, vet hé. Doen we, man. Nou, mooi snoekie. Lekker! Oké, ik wilde net zeggen, het is best wel taai vandaag. Maar ja, hoe krijgen we dit voor elkaar? Live. Ik kan over praten, het gebeurt. Ja. Maar het ligt, je moet rennen. Nou, succes, maat. Nou, gaan we eens even kijken hoe Henk van de Hengel het doet. Kijk eens. Mr. Toe. Doen we even. Ik sla dood staan. Ik maak even snel een fotootje van je. Ja, is goed. Ik ga hem hier gewoon net zo lang laten vasthouden tot hij gaat spartelen. Lekker pikkie. Yes, mooi man. Lekker. Blij mee hoor. Hé, hey, op de penhengel. Ja, dat was wel vet, zo op de bodem. Ja, was super tof. Met de deadbait pencil. Je zag hem gewoon plat gaan liggen. Ja. Toen wisten we dat het hangen was. Dus, ja. Ja, wat we dus met deze dobber hebben gedaan, is een deadbait pencil. En wat je daarmee doet, is je legt je aasvis echt op de bodem. Nou, ik kreeg een soort van opsteker, ging helemaal plat liggen. Ja, was echt vet. Echt leuk om te zien. Ja, was super vet. Mooi man. Gewoon een leuk vis. Dus... Ja. Even je onderlijn checken. We hadden hier 40-honderdste fluo aan gedaan. Ja. Met een enkel haakje. Maar volgens mij is je fluo nogal netjes, of niet? Ja, die is top. Geen rafeltje op, hè? Ja, een beetje hier. Dat heb jij er goed super, gedaan. Man. Ja, nice. Scherp. Altijd scherp zijn. Ja, sowieso. Man. Belangrijk. Ja, jongens. Lekker. Visje nummer 2. Ja, we moeten weer even de lijn. Het waait hard. Oh, Arsie. We gaan even één keer verse aasvissen eraan doen. Hier moet het nu lukken. Ik hoop het. We hebben hier de eerste gevangen en we vangen hier ook de laatste. Of nee, toch niet? Ik heb trouwens... Oh jongen, ik heb zo'n lekker karpersetje. Nieuwe karpenhengeltjes. Die gebruik ik nu ook voor de doodazen met de piepers. Hebben er helaas nog geen beet op gehad. Maar ik heb er wel laatst ook een mooie karps op gevangen. Ik heb Shimano TX2'tjes. Lekker, niet zulke dure hengels. Mooi buigen. Shimano, wat is het? Een medium bait runner. XTB longcast. Nou, ik zal je vertellen. Het zijn fijne dingetjes. Ik ga even nieuwe aasvissen eraan doen. Vier hengels met het dobbertje. Mensen vragen mij wel eens, als je nou een aasvis hebt, hoe doe je die eraan? Als visje dood is, heb je hier zo heb je de zijlijn. En als je bij zijn buikvin twee schubjes weghaalt, zo. En je prikt daar een haakje in, zo. En je doet hem tegen zijn ruggengraat aan. Je trekt hem terug. Dan trek je zo zijn zwemblaas eruit. Dan pak je hier net boven de rugvin. Een paar schubjes weg. Daar prik ik hem door. Dan blijft hij zo liggen. Dat is perfect. Oké, lieve kijkbuiskinderen, het is tijd om te stoppen met doodaasvissen en om de snoekbaars in de nacht te gaan belagen. Het is de bedoeling dat Daniel en zijn vrienden een hele grote snoekbaars eruit gaan trekken. Wat er toen gebeurde, had niemand verwacht. Op mijn allereerste worp haakte ik een monstervis. Helaas liep tijdens de drill mijn GoPro vast en heb ik maar een half clipje. Maar gelukkig kregen we de vis uiteindelijk op de kant. Hele dikke. Holy shit.
Holy shit, gast. Holy shit. Gast, dit is mijn record. Dit is mijn record. 100%. Dit is mijn record. Het is een snoek. Ja, ja. Pak die lamp uit mijn tas. Oh, het is een beuker van een snoek, gast. Oh. Holy shit, gast. Holy shit. Wat? No, maat. Dit is een partij groot. Kom je kijken dan. What the fuck, eerste. Maat. What the fuck is dit, kijk. Wat heb jij voor unit gevangen? Dikke 120, hè. Kijk eens even daar naar Sjoel. Zo. Lars, jij hebt een iPhone 14, toch? Ja. Nee, 13, man. Zieke platen maken. Hij kan wel wat maken, ja. Gast, dit is... Oh my god. Niet normaal. Holy shit. Kijk dat ding, kijk die bek ook. Dit is heftig. Heb jij een meetlintje bij je, een van jullie? Ja, man. Ja, dit moet gemeten worden. Meten. Ja, wacht. Oh, als ik hem niet aan mijn tas heb. Dit is een 120, gast. Dit is echt een unit van een vis. Wat een fucking joekel, maat. Oh, ik hoop niet dat ik... Kijk dan, wat een lap, hé. Oh, zo in je smoel. Gast, deze is 120, hè? Oh. Hij is, Nick, 1,23 of zo? Wacht. Man vangt een snoek van 1,23, maar ook niet gewoon een snoek van 1,23. Echt gewoon een beest. Kijk, die ligt in hengel, hè, jongens. Zo. Zijn er een paar goede plaatjes voor mij kan schieten, Lars? Ja, zou heel sick zijn. Zo, wat sick, gast. Wat een ding, jongen. Wat een ding, hè. 1,23, gek. Eerste worpie. Eerste worpie. Eerste worpie, ik zei het al, dat geheime stek was. Groter is dan mijn hele been, man. Wow. Hij, moet gauw terug. Ja. Dat gaan we even regelen. Hey, nice, man. Tering. Wow. Kun je een storytje maken? Ja. Even jullie? Ja. Hoppla. Hij gaat weer lekker zwemmen. Wat een apparaat, hè. Mijn god. Die lag gewoon even op het kantje. Je moet naar rechts. Pak even de camera. Hier. Kijk. Oh, moet die kant op, mevrouw. Kijk hem liggen. Oh, dit is zo ziek. Wat een beest. Hier, die kant op, mevrouw. Jezus, maat. Dan gaat u zwemmen, jongens. Let's go. Dan gaat hij into the depths. Oh. Heel ziek. God. My god, kijk hem de diepte in gaan. Dit is zo vet. Ja, man. Yes! Kerel. Gast. Even kijken. Hij me wel. Hij heeft me wel, een beetje. Bloody Mary. Jeetje. Ja, was een avontuur, man. Kerel. Jeetje. Eén vis. Man vangt de snoek van 1 meter 23. Eerste worp. Ja, dat is krankzinnig. Oké, okay. We hebben de hele dag een snoek gevist. Nu willen we een snoek, maar eens vangen, dan vangen we 1-3 in een snoek. Hoe dan? Ja. Zonder staaldraadje. Het stelt niks voor. Heel klein setje. En daar gewoon een dikke snoek op. Ja, nee split. Kom bijna in de winkel. Ik heb hier laatst al mijn ene grote snoekbaars opgevangen. Nu deze snoek. Wauw. Ik ga deze inlijsten. Lars, wat schrik dit. Dit is ongelofelijk. What the fuck. Holy shit, ik sta helemaal te shaken. Ja, dat geloof ik wel. Maar jij zei dat het een grote vis was, maar... Ja, ik voelde meteen. Ik wist niet massa. Ja, ik dacht, als dit een snoekbaars is, dan is het de grootste snoekbaars die ik ooit gevangen. Nou, had ik gelijk in gehad. Dat was toch de grootste ter wereld geweest. Oh, maar hij lag ook gewoon een meter uit de kant, hè? Ja, dat is echt insane. Nou ja, mijn bloedhand die veeg ik wel weer even af van het gras. Dan gaan we verder. Ja, nou laten we gaan vissen. Mooi stekkie. Koek, koek. Lars en ik deelden dus heel mijn plannetje. En Lars die heeft me net een snoekbaars gevangen. Echt niet normaal. En we wisten ook nog niet precies hoe we het gingen doen. Want Lars die wilde een testvideo gaan doen over vissen op zijn kanaal. Volgens mij is dat aardig gelukt. Hij heeft een lekker vlogje gemaakt op zijn manier. Ik heb mijn video gemaakt op mijn manier. En we hebben allebei echt een knaller van de vis gevangen. Dus voor de vis van Lars zullen jullie echt even het kanaal van Lars moeten checken. Hier alvast even een klein previewtje. Even de feeling. Van hè, de spanning. Kom op, Lars, hebben. Zo! What the fuck, gast? Jezus! Jezus, gast! Hij is knijters, holy fuck! Oh. No! Kijk dit voor een kanon, jongen. Knijters, gast. Maar voor de hele vlog, check even het linkje hier beneden. Ga die video checken. Sowieso heel sick. En ik vind het ook wel lachen dat we gewoon een soort van duo video hebben gemaakt. Ja, onverwacht ook gewoon, hè? Bizar. Ja, ziekelijk. Echt, soms heb je gewoon mazzel en dan valt alles op zijn plek.
Ik hoop zo, want we hebben nu volle maas, echt heerlijk. We staan hier eigenlijk gewoon zonder lampen te vissen in het donker met prima licht. Ik hoop dat die laatste vis van Toop nog even komt. Ja, als we dan alle drie een mooie vis hebben vanavond. Ja, hallo. Dan is dit een van de sixte visavonden voor mij van het hele jaar, denk ik. Nou, dat kun je wel stellen, ja. Ik denk wel de sixte. Vet hoor. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat even een likeje achter en laat even weten of jullie het vet vinden zo in het donker. Hopla. Dat was een mindere worp. Zo, dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop jullie te zien 3 december. Kom er gezellig heen. Gaan we lekker een dagje doodhazen in Amersfoort. We meeten dus even bij Henk van Engel. Dan gaan we met z'n allen de stad in. Of je sluit aan in de stad. Maakt mij niet uit. Ga ook even natuurlijk de video checken van Lars. Linkje staat hier onder de beschrijving. Ik laat hem ook even hier oppoppen. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En de mazzel!